Hallo, welkom bij een nieuw filmpje van ABC e-Business. In dit filmpje ga ik het gebruik van dimensies binnen Business Central bespreken. Dimensies zijn kenmerken en waarden die meegegeven kunnen worden aan posten en boekingen binnen Business Central. Hiermee kunnen posten gecategoriseerd worden, zodat deze bijgehouden en geanalyseerd kunnen worden. Dimensies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in plaats van aparte grootboekrekeningen voor elke afdeling en elk project. Hiermee krijg je een uitgebreide mogelijkheid voor analyses zonder een ingewikkeld rekeningsschema te maken. Er zijn twee verschillende soorten dimensies, de globale dimensies en de shortcut dimensies. De globale dimensies worden als filters gebruikt in rapporten en in batchverwerkingen. Je kunt maar gebruik maken in Business Central van twee globale dimensies. De globale dimensies gaan overal en in iedere boeking mee. Shortcut dimensies zijn beschikbaar als velden in dagboek- en documentregels. Van de shortcut dimensie kun je daar maximaal 6 van inzetten. Nu gaan we als eerste naar dimensies. Met behulp van de zoekfunctie rechtsbovenin zoek ik op dimensies. Ik pak de eerste, het beheer. Zoals nu te zien zijn er geen dimensies ingesteld. Ik ga nu een dimensie instellen voor kostendrager en kostenplaats. Zoals je ziet wordt de naam, de codebijschrift en de filterbijschrift automatisch door Business Central overgenomen aan de hand van wat jij hebt ingevuld in de code. Als ik nu boven ga naar dimensie en ik kies voor dimensiewaarde, kan ik onder de kostenplaats de dimensiewaarde onderhangen. Onder kostenplaats kun je bijvoorbeeld denken aan de afdeling marketing. En bijvoorbeeld aan sales, als voorbeeld. Onder kostendrager heb ik ook nog geen dimensie hangen. Hierin maak ik ook bijvoorbeeld voor marketing en ook eentje voor sales. Ik ga nu vervolgens terug en de dimensies zijn erin. Waar ga ik nou de dimensies vullen? Ik ga met behulp van de zoekfunctie rechtsbovenin naar boekhoudinstellingen. Pak bij je beheer de boekhoudinstellingen. Hierin zie je een vast tab dimensies, waarin de globale dimensies zijn opgenomen en de shortcut dimensies. Zoals te zien zijn deze nog niet gevuld. Hoe vul ik nou deze dimensies? Door te kiezen voor acties, functies en globale dimensie wijzigen. De code van globale dimensie 1 maak ik kostendrager. En ik zeg sequentieel starten. Nu gaat hij overal langs om de kostendrager toe te voegen. Hij gaat nu langs alle grootboekrekeningen die er zijn. Ik ga terug. En de kostendrager is gevuld als globale dimensie 1. Wil ik nu een shortcut dimensie toevoegen, kan ik hierop gaan staan en hier een kostenplaats selecteren. Nu heb ik ingericht dat in de globale dimensie 1 kostendrager is en dat in de shortcut dimensie een kostenplaats is. Deze dimensies kan ik ook toekennen op artikelniveau, klantniveau, leveranciersniveau en een grootboekrekeningniveau. Maar ik kan ze ook meegeven aan documenten, zoals inkooporders, inkoopfacturen, verkooporders en verkoopfacturen. Als ik hier eruit ga en ik ga een behulp van de zoekfunctie als voorbeeld naar een rapportageschema, en ik open een resultatenrekening. Dan zie je hier ook dat er dimensiefilters zijn om op kostendrager en op kostenplaats een filter te zetten. Hiermee kun je dus gaan filteren met behulp van je dimensies. Wat heb je nu geleerd? Je hebt geleerd hoe je dimensies moet aanmaken en je waarden erbij kunt toevoegen. Waar je deze kunt instellen en ook waar je dimensies allemaal aan kunt meegeven. Bedankt voor je aandacht en heel veel succes!